natuurlijk ergens in West-Vlaanderen. Waar precies gaan we niet zeggen. Maar kun je iets vertellen over wat we hier vandaag aan doen zijn? Ja, we zijn hier volop bezig met de opnames van de film De Ontvoering. En ja, zoals je zelf net zei, we gaan gewoon nog niet zeggen waar we precies zijn. We zijn wel midden in Vlaanderen. En we zijn lekker begonnen. We lopen een klein beetje achter, maar dat gaan we gewoon weer inhalen. Dat komt wel goed. Uiteindelijk zal het resultaat van de film wel mooi zijn. Kun je een klein beetje vertellen waar het over gaat? Een klein beetje kan ik wel vertellen waar het over gaat. De drie mannen die zijn in een club, die vieren een goed gelopen zakelijke deal samen met hun echtgenoten. En uiteindelijk wordt er een van de mannen, die wordt niet helemaal goed. En dan eindigen we in een huisje, worden ze opeens wakker. Een heel erg mysterieus boshuisje. En daar begint eigenlijk een beetje een strijd onderling van wantrouwen tegenover elkaar. En ja, dan komt uiteindelijk de grote kloeg. En daar zeggen we weer helemaal niks over. Ah, leuk. Wil je misschien iets vertellen hoe je bij het idee bent gekomen van deze film? Ja, dat is eigenlijk gewoon best wel behoorlijk uit de lucht komen vallen. En dat heeft eigenlijk steeds meer vorm gekregen en ook steeds meer betekenis eigenlijk. En ook dat houden we nog eventjes geheim wat dat precies is. Oké, nou, in ieder geval, wanneer kunnen we de film bekijken en waar? De film kunnen we bekijken 13 november gaat hij in première in CineCity Vlissingen. Samen met de twee andere films die ook meedoen. En dan wordt duidelijk wie van de drie gewonnen heeft. Oké, hartstikke bedankt. Dankjewel.